Welkom terug bij deze bijzondere aflevering van Sterren Dansen op het IJs. Vanavond bepalen we wie de extra deelnemer wordt en wie dus in de show van morgen mag schitteren. We hebben al de optredens van Mike Starink, Lola Brood en Rob Geus gezien. Dus tijd voor de vierde kandidaat van vanavond. Onze onderweg naar morgenster, Petra Kacheland. En net als de overige vier sterren die vanavond knokken om die plaats in de show van Sterren Dansen op het IJs, heeft Petra de afgelopen week alles gegeven. Petra kennen we allemaal als Iris uit de populaire soap Onderweg naar Morgen. De mannen onder ons kennen haar misschien beter hiervan. Nou, zeker meer als 10, 12 jaar geleden is dat ik voor het laatst geschaatst heb. Maar dat is haar zeker niet aan te zien. Ik ga ervoor. Petra lijkt een natuurtalent en is altijd uiterst geconcentreerd. Vol overgave stort ze zich op het ijs. Niks lijkt haar te moeilijk. Maar ook zij beseft dat er meer talenten zijn. Mike is mijn concurrent, ja. Zal partner Tyrell beter in de smaak vallen bij deze schaatskoningin? Hallo. Hi. Dat komt wel goed. Al snel vliegt ze in zijn armen door de lucht. Petra is zeer tevreden. Hele leuke vent. Ga je eigenlijk winnen? Ik schat mijn kansen redelijk in. Geen idee of ik ga winnen. Dat wil ik wel. En ik hoop dat Nederland verbaasd is. En dat ze graag meer willen zien. Ja, wie weet. Het is je gezond in ieder geval. De Zweedse groep ABBA. De Zweedse groep ABBA is met 350 miljoen verkochte albums een van de meest succesvolle bands aller tijden. Dat levert dus wel wat money op. En het is natuurlijk dat nummer waarop onze vierde ster van vanavond gaat schaatsen. Hier is Petra Kacheland. Ja, Petra, jemig! Je hebt, ja. Geweldig, ik zweer het! Wat heb ik genoten, zeg! Leuk toch? Oh. Maar je hebt vroeger iets aan ballet gedaan, ja. Of gym, of de ongelijke liggers, of wat dan ook. Ongelijke liggers. Ballet, inderdaad. Ongekend! Ik, ja, was er een beetje stil. Je ging zweven, je deed nog een kadetje, volgens mij, als ik het goed zag. Een klein sprongetje, een kadetje, weet ik veel. Zal het een half wit of half bruin geweest zijn? Ik vond het enig. Maar ja, we gaan even terugkijken naar je. Ja. Je bent er zelf ook stil van, hè? Ja, maar echt. We hebben zo weinig tijd gehad. Maar elke seconde dat ik kon, ik op dat ijs staan. En die heb je gepikt. Dat zie ik zo. Kijk dit dan, hè. Elke seconde. Zo leuk om terug te zien. Dankjewel. Het taai is echt
helemaal te gek. Die heeft me zoveel geholpen. Ja, dat soort kleine dingen, ja, dat is zo moeilijk. Ja. Het is zo leuk. Nou, je bent heerlijk enthousiast, Peter. Dat, ja, is ook wel zalig natuurlijk. Het is ook geweldig, echt. Om hier te zijn is al geweldig. En het publiek was zo motiverend, echt waar. Dankjewel. Jullie spetterden van het ijs. En of de jury dat ook vindt, dat jullie van het ijs als spetteren, dat gaan we nu zien. Okay. Zou zeggen, ga naar Nans en de jury en heel veel succes. Dankjewel. Oké. Okay. Vasthouden. Ja. Soms, maar echt soms, dan vind ik het zo jammer, zeg maar, dat ik hier sta en niet mag zeggen wat ik ervan vind. Dat vind ik heel jammer. Want we hebben een jury voor. Positief? Ja, we gaan naar Jane. Ja, dit was een geweldige begin van een belofterijke toekomst in deze serie. Ik zie dat je een natuurtalent bent. Je dansachtergrond staat je nu heel goed en komt heel goed te pas. Dat zie je in je houding, je balans. Je kan heel goed bewegen. Er was heel veel variatie in wat je vanavond liet zien al. Dus dat was echt geweldig. En plezier uitstralen en een echte show van maken. Tops. Dankjewel, Jane. Dat is lekker. Ja. Ik zie Peter al een klein beetje verliefd naar je kijken. Tenminste, dat lijkt zo, maar misschien is het helemaal niet zo. Ja, ik mag niks zeggen, nee. Ik heb genoten, laat ik dat zeggen. En ook de eenheid van jullie, dat is ook belangrijk. Twee slanke, mooi gebouwde lichamen met goede lijnen. Dat maakt het in de eerste plaats. Dan de technische elementen, prachtige promenadeserie, hipje erin. Het was geen kadet, maar een gesprongen drie. Geef niet, schitterend. Daarnaast, mooie lift aan het eind. Maar het topstuk vond ik de hydroblading. De wat? En de hydro, dat ze zo horizontaal aan het ijs lag. Ja. Omdat... En dat is ook niet makkelijk. Want zij moet zich, naast dat hij natuurlijk zo laag gaat, zich helemaal spannen. En als zij als een vaandoek is, dan stort de hydroblading in elkaar. Ah, nou, die... En dat is niet gebeurd zo. Ja, helemaal gespannen. Top. Lekker om te horen. Misschien wil Peter een keer met mij samen doen. Weet ik echt hoe het ook voelt. Mark, wat is jouw mening? Ja, mijn mening. Ik denk dat na 3 dagen repetitie, wat je gedaan hebt, is ongelofelijk. Je hebt alles. Je hebt absoluut een toekomst in deze show. Je bent sexy. Je bent mooi. Qua techniek was heel impressief in 3 dagen. Ik ben absoluut verbaasd. Kapot ook. Is hartstikke. Dat kan geloven. Maar dankjewel. Mooi, hè? Ja, dat is fijn te horen. Dan heb je het toch, na al die dagen trainen. Lekker om te horen. Maar nu de punten. Jane, wat geef je haar? 9. Een 9? Peter? Ik vind het wel erg goed gelukt. Ik ga toch voor een 10. Nee! Maar er is een reden voor. Mark. Een dikke 9. Dikke 9, van Mark. Dikke. Nee. Ik vond hem fantastisch, een 10. Wauw. 10 van mij. Ja, dat levert jou wel een 9.2 op. En dan gaan we naar een tussenstand waarvan ik wel kan raden waar je nu staat. Want je hebt nu Mike van zijn troon verstoten en komt met een 9.2 op de eerste plaats. En Lola staat helaas op de 4e plaats, helaas voor Lola dan. Ja, en Mike op een 2e plek nu. Nou, als u thuis nou ook zo onder de indruk was van de kuur van Petra en gunt u haar dus ook die plek tussen die andere sterren, stem dan vooral op Petra. Bel naar 09090314 of sms Petra naar 4600. En met uw stem steunt u dus niet alleen Petra of uw favoriet, maar maakt u ook nog kans op de LG LCD televisie van 37 inch met ingebouwde harddisk recorder of de exclusieve kaarten voor de live show van morgenavond
En als Petra dan door is, ziet u haar dan meteen ook echt helemaal live schaatsen. Spannend, oh, ja, echt? Nou, heel hard duimen en heel erg uitrusten. We moeten nog even wachten. Heel veel plezier, dankjewel.